leuk dat je in deze video. Vandaag ga ik laten zien wat ik allemaal heb gekocht bij mijn wekelijkse boodschappenronde. Deze week hebben we heel de week 2 kinderen en in het weekend hebben we nog 2 erbij. Ik heb geen avonddiensten, dus een beetje een idee hoeveel boodschappen ik nodig had. En we eten een paar keer makkelijk omdat Logan gaat proberen of die korfballen leuk vinden. Daardoor moeten we een beetje snel eten. Want het is van 6 tot 7 echt een onmogelijke tijd. Maar goed, anyhow, dat is een beetje de achtergrondinformatie die je mee kan nemen als je bedenkt met de hoeveelheid eten en wat voor soort eten ik allemaal heb gekocht. Dit is een beetje de overview. We gaan gewoon lekker beginnen. We hebben weer ontzettend veel drinken, ook flesjes mee naar mijn werk. Want ik merk dat ik dat niet doe, ik gewoon te weinig drink en dat is gewoon niet heel handig. Want ja, ik moet echt wel genoeg drinken als ik graag last van mijn hoofd. We hebben pannenkoeken voor in ieder geval 1 keer als Logan naar korfbaltraining moet. Want dat moet dan gelijk vanuit mijn werk. En een andere dag kan ik wel wat meer koken, kan ik dat vast voorbereiden. Rijst, want de rijst was op. Garnalen voor de garnalen, die zullen we eten een keertje. Macaroni, dus macaroni groenten heb ik gehakt. We hebben weer wat beleg en nog kipfilet voor mezelf als snackjes. Water heb ik gehad, mozzarella voor mij een keertje. Paprikaatjes voor bij het avondeten, spersiebonen eten we, ik denk vrijdag pas. Ja, daarom heb ik het diepgevroren gekocht, want dan blijft het sowieso goed. Bouillonblokjes, want die waren op. Avocados voor mij, tomaatjes, blok kaas, want het gaat altijd heel hard. Barbecue grilltjes, worteltjes, 2 zakken ijzersla voor mijn salades. Een lege kaas, bij de macaroni. En ik had nog een gerecht bij kaasmoes. Voor mij als tussendoortjes. Schoenies, keers, er zit echt nou ja, al gauw. Spieken. Hier zit al gauw 16 gram eiwit in. Die zijn hartstikke gezond. Komkommertjes voor de kinderen bij de school. Voor mezelf en mijn salades als snack. Heel erg handig om altijd gewoon op voorraad te hebben. Walnoten, deze waren in de aanbieding bij Doolittle. Ayaan Brooke, die is echt gek op walnoten. Dus dat is wel leuk voor haar om in haar broodrommeltje te krijgen. En ik vind het ook wel lekker om in yoghurtjes en dat soort dingetjes. Hier hebben we weer genoeg broodjes en croissantjes en rotsen om uit te kiezen voor mee naar school. Mijn olijfolie was bijna op. Zouden 6 voor ons, s'avonds. Zuivelspret voor bij mijn worteltjes of bij mijn komkommer of op mijn brood. Wat dan ook. We hebben weer fruit. We hebben banaan, mandarijnen, appel, nou, bessen. Mini eierkoekjes, dit aten die kinderen vroeger heel erg in plaats van dit. Dus dat halen we ook weer eens in huis. Die siroop is bijna op. De frietsaus zijn aan de voorraadfles begonnen, dus die heb ik ook maar gekocht. Kaasdipjes vinden die kinderen lekker. Worst is vorige week heel goed bevallen, dus die heb ik nu ook maar weer gehaald. Koekjes, vrienden, koekjesstrommel. Als we visite krijgen en deze vinden die kinderen lekker als snackje. De pindakaas, want die is opgegaan. Ik dacht ik ga ook eens een keertje een soort van yoghurtdrink meegeven, want de kinderen krijgen altijd al een fles water mee en een klein dingetje siroop, of hoe zeg je dat? Siroop of een water met een smaakje. Ik dacht misschien is het ook wel lekker, maar ze eigenlijk overdag heel weinig melk drinken. Chocolaatjes voor de volwassenen voor na het avondeten bij de koffie. En dat was het alweer. Zoals je ziet hebben we best wel weer wat afwisseling. Ik laat ook altijd in de omschrijving onderachter wat ons avondeten is. En eens wat onze snackopties zijn, dat je een beetje kan vergelijken en bedenken van goh, wat zou ik er zelf uit willen halen als inspiratie. Vind je deze video zo leuk, geef dan een duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren op mijn kanaal voor meer video's en dan hoop ik je in de